Steeds meer mensen in Nederland gaan zelf aan het ondernemen. Gaan voor platformbedrijven werken, zoals Uber of Deliveroo of Helpling. Maar zijn dat nu werknemers of zijn het ZZP'ers? Hoe gaat wetgeving hiermee om? Moeilijke thematiek waar ik het over ga hebben met een specialist van DLA Piper, Helene Bogaert. Helene, van harte welkom. Dank je. Ja, het gesprek begon net al, omdat het zo'n actueel en interessant onderwerp is. Maar laten we beginnen met de problematieke schets. Want aan de andere kant zou je kunnen zeggen, flexibilisering van de arbeidsmarkt is prachtig nieuws. So what's the problem eigenlijk? Ja. Ja. Wat is het probleem? Het probleem is vrij divers. Misschien om even twee uitgangspunten te nemen. Er is onlangs een rapport verschenen van de Belgische professor, Mark de Vos. Mm. En die heeft de megatrend in het arbeidsrecht in kaart gebracht. Yeah. Daarnaast is er onlangs een uitspraak geweest van de Amsterdamse kantonrechter over de Deliveroo-problematiek. Ja, dus een van de ZZP'ers, werknemers die de case had aangespannen, verloren. De betrokken werknemer / ZZP'er heeft verloren, inderdaad. Ja. Als ik even terug ga naar het rapport van Mark de Vos, daarvan heeft de Belgische professor gezegd, we zien een drietal megatrends in het arbeidsrecht. Mm. Je ziet talentverschuiving, je ziet een economische verschuiving en je ziet een technologische verschuiving. He, dus je ziet vergrijzing, maar je ziet ook weer migratie. Mm. Je ziet allerlei trends in de economie, mm. maar met name de technologie, daar gaat nu de verandering het hardst. Mm. En ze hebben het ook wel over de vierde revolutie. Ja. Ze noemen het ook al work 4.0. Aha. En dan zegt hij van als we kijken naar de toekomst, als je die megatrends projecteert op de toekomst, mm. dan hebben we het niet meer over het hebben van een baan, maar dan hebben we het over het hebben van een loopbaan. En we hebben het niet meer over zekerheid, maar we hebben over flexiezekerheid. Flexiezekerheid? Flexiezekerheid. Dat zegt die Belg zeker. Dat zegt de Belgische professor. Oh. Flexiezekerheid, dat is het nieuwe woord waar we het vanaf nu over hebben. Okay. Als je dan nu naar de rechtspraak kijkt, dan is het woord flexiezekerheid eigenlijk wel een heel mooi woord. Het zal vast nog niet in een wet staan, denk ik. Nee, dat staat toch niet in een wet? Nee, precies. Nee. Misschien een opdracht aan de wetgever. Maar flexiezekerheid? Flexiezekerheid. Maar wat zegt dat dan? Hij zegt, eigenlijk zie je dus nu dat mensen niet meer een echte baan hebben, zoals wij gewend waren dat we met z'n allen een baan hebben. Mm-hmm. Maar wij zijn veel meer puzzelstukjes geworden. Wij zijn veel meer onderdeel geworden of deel gaan uitmaken van een platformeconomie. Mm. Van de gig economy. Mm. En die platformeconomie, hij zegt, dat gaat ons leven nu beheersen. Dat is de trend voor het arbeidsrecht. Maar hij roept ook de wetgever op, doe hier wat mee. Want ons wetboek is hier nog niet op aangepast. Nee. We hebben het over wetgeving dat dateert uit 1910. Ja. Compleet andere, wat toen aan de orde was, is niet te vergelijken met nu. Nee. En als je kijkt naar de rechtspraak, van onlangs een uitspraak van de Amsterdamse kantonrechter, dan zie je dat ze hebben geprobeerd het huidige arbeidsrecht toe te passen op de Deliveroo-casus. Nee. En daar was een meneer die oorspronkelijk in dienst was getreden van Deliveroo. Gewoon een werknemer, arbeidsovereenkomst, hij kreeg loon, et cetera. En Deliveroo heeft bij de opstartfase in Nederland met iedereen een contract voor 2 jaar afgesproken. En al die contracten liepen af. En ze hebben op een gegeven moment gezegd, wij stoppen met die contracten voor bepaalde tijd. En iedereen wordt ZZP'er, freelancer, je krijgt de overeenkomst, opdracht. Het is allemaal dezelfde term. Ja. En ze hebben iedereen een brief gestuurd. Je contract gaat dan en dan aflopen. En of je stopt ermee, ook goed. Of we geven je een overeenkomst van opdracht. Je wordt ZZP'er bij ons. Mm. Nou, deze meneer is daarmee akkoord gegaan. Heeft zich laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Heeft daar, dat is nog wel een mooi detail, zich laten inschrijven met een eenmanszaak. Met als doelomschrijving het verzorgen van diensten voor Deliveroo. Dat is zijn businessmodel. Dat is zijn businessmodel, precies. Zijn dienst. Exact. Deze meneer studeerde overigens. Ja. Ook nog wel even goed detail om te weten. Mm. Omdat hij eerder in dienst was geweest, had hij een Deliveroo coolbox. Facturering werd door Deliveroo gedaan. Dat hoefde hij niet zelf te doen. Hij moest zelf zeg maar de maaltijden ophalen bij de betrokken of betreffende restaurant en dat rondbrengen hier in Amsterdam. En hij heeft op een gegeven moment gezegd van, ja, ik heb inderdaad stukken getekend waaruit zou blijken dat ik ZZP'er ben. Maar als ik kijk naar hoe onze relatie werkt, hoe dat uitwerkt,
ben ik geen ZZP'er. Ik ben een echte werknemer. Ik was een werknemer en ik ben een werknemer. En dat heeft hij aangevochten bij de kantonrechter. En de kantonrechter is gaan kijken, is er een gezagsverhouding? En daarop heeft de kantonrechter gezegd, nee. Krijg je loon? Nee, je krijgt een fee. Verricht je persoonlijk de arbeid? En daarvan heeft het kantonrecht ook gezegd, nee, want je mag je vrijelijk later vervangen. En toen waren er nog wat factoren. Ja, ja, ja. Dus deze meneer had in dit geval dan helaas geen gelijk aan zijn zijde. Maar de kanton wel een slag om de arm, hè, van Deliveroo. Ze hadden wel zoiets van, dit is geen precedent. Van, ze hoeven zich niet rijk te rekenen nu, want er waren zoveel variaties. Het was echt een klantspecifieke uitspraak. Ja, of een case-specifieke uitspraak. Precies. Dus exact. Ze durfden hun handen niet te branden dat dit de case zou zijn die voor eens en voor altijd het ZZP-problemen nee. Maar Helene, wat je veel in de discussie hoort, ik wil een paar dingen even scheiden. Wat je veel hoort is, dit is de categorie, noem ik even, studenten, ZZP'ers met een bijbaantje, noem ik het maar even. Precies. Waar natuurlijk veel discussie over gaat, is de onderkant, noem ik het even. Ja. Dus de verpleegkundigen, de timmerlieden, die al dan niet gedwongen, eigenlijk vanuit een baan, veilig, zeker, het ZZP-schap in worden geduwd. Precies. En achtereenvolgens worden uitgebuit door hun opdrachtgevers. Ja. Ik zeg het maar even, gechargeerd. Moeten we geen onderscheid maken in de discussie? Want het is nu een soort ZZP-discussie. Ja. Terwijl het in mijn ogen gewoon een heel andere casus is. Ja, terecht constatering. Hè? Dus hier is over het onderwerp is momenteel heel veel te doen. Wordt veel over geschreven. Ja. Je ziet een aantal stromingen. Er zijn stromingen, zoals jij inderdaad net zegt, we moeten iets doen voor de onderkant van de ZZP'ers. Mm. Er zijn stromingen die zeggen, laat het maar zoals het is. Laten we dat onderscheid arbeidsovereenkomst, ZZP-contract, overeenkomst van opdracht ook houden. Mm. Waarbij we dan met z'n allen accepteren dat er om de zoveel tijd iemand opstaat, zoals deze student bij Deliveroo, die zegt, hier klopt het niet. Mm. Ik moet beloond worden als ware ik een werknemer. Ja. En er is ook een stroming die zegt, laten we kijken naar de ons omringende landen. En bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk hebben ze een tussencategorie gepresenteerd. Naar aanleiding van de Uber-uitspraak die ze daar hebben gehad, is daar een categorie workers. Niet speciaal in het leven geroepen, naar aanleiding van de Uber-uitspraak, want ze kennen de categorie workers al. Maar daar is gezegd, de Uber-taxichauffeurs, het zijn geen werknemers, het zijn ook geen opdrachtnemers, het zijn workers. En dat zijn mensen die behoefte hebben aan een minimuminkomen. Die hebben behoefte aan werktijden. Mm-hmm. Het kader wat daarbij hoort. En hun arbeidsomstandigheden moeten in orde zijn. En ze moeten gewoon hun vakantiedagen kunnen opnemen. En in aansluiting op wat jij net zei, is er dus ook een stroming in Nederland die zegt, moeten wij ook niet een soort subcategorie workers gaan invoeren bij ons in de wetgeving, om met name ook aan de onderkant van de ZZP-maatschappij, om die mensen daar te laten plaatsen in die subcategorie. Maar hoe onderscheidt hij, ik snap niet precies hoe die zich dan onderscheidt van oftewel ZZP'er, oftewel werknemer. Ja, je bent eigenlijk geen van twee, hè? Dus dat is een beetje gek. Wij kennen zelf niet het concept van workers. Mm-hmm. Wat mij betreft zouden we de komende tijd met elkaar heel goed na moeten denken, als wij, zoals in het Verenigd Koninkrijk, een subcategorie willen creëren, vind ik ook dat er een fundamentele keuze moet worden gemaakt. Hm. Ben je als worker een werknemer of ben je als worker een zelfstandige? Hm. Bij de subcategorie workers krijgen deze mensen met name basisinkomen, vakantiedagen. Van wie? Van hun opdrachtgever? Van hun opdrachtgever. Precies. Ja. Exact. En pensioen? Daar is in ieder geval in het Verenigd Koninkrijk niet over gerept. Hm. Maar daar zijn natuurlijk ook weer allerlei zelfstandige initiatieven. Nou ja, ook Uber is er al mee bezig natuurlijk. Precies. Die gewoon zegt van jongens, ook al zijn ze zelfstandig, de chauffeurs, we willen wel meer bieden dan alleen maar het opdrachtgeverschap. Ja, exact. Ja. Exact. Ja. Maar omdat je eigenlijk nu drie stromingen hebt, van nee, we laten de situatie zoals die is. Hè. We laten de wetgeving zoals die is. Je hebt een arbeidsovereenkomst en je hebt overeenkomst van opdracht. Nou, dan gaan we daar maar om de zoveel tijd over procederen. Mm-hmm. Je gaat inderdaad zeggen van nee, we gaan er een inkomen aan hangen. Hè. We gaan bijvoorbeeld zeggen, iedereen die, ik noem een arbitrair bedrag, iedereen onder de 75 euro verdient bescherming en iedereen boven de 75 euro per uur verdient geen bescherming meer en is een echte ZZP'er.
En onder de 75 euro gaan we je toch zien als werknemer. Een drempel voor ZZP-schap. Precies. Je moet een minimale omzet of slash winst maken eigenlijk. En als je daaronder valt, dan ben je niet een volwaardige ZZP'er. Precies. En dan komt er een collectief systeem in werking die voor jou zorg draagt als vangnet. Mogelijk. Want dat is natuurlijk de crux, hè? Het feit dat het via een boemerang uiteindelijk in het collectieve systeem terecht gaat komen. Omdat leuk om je ZZP'er te noemen, maar als jij minimum, het werkt allemaal niet. En je wordt ziek. Ja, dan zal er iemand het moeten oplossen. Precies. En wat je dus nu ziet, het wetsvoorstel, wet arbeidsmarkt in balans. Ja, wat vind je daarvan? Ja, nou, dat is vorige week gelanceerd. Ik miste daar iets in. Ja, de ZZP'er. Die is daar niet geregeld. Nee, niet geregeld. Daar wordt niet over gesproken. Nee, Ik heb hem niet helemaal uitgeplozen. Maar het gaat met name over zeg maar, wat veranderingen in de relatie tussen werknemer en werknemer. Exact. He, dus het is, dat is in het, flink in het nieuws gekomen. Het 8-uur-journaal opende er mee vorige week. Ja. En wat je ziet is dat daar met name de flexrelatie wordt geregeld. Maar niet de ZZP-relatie. Dus nu in het wetsvoorstel wordt met name geregeld langere proeftijd. De verplichte transitievergoeding gaat al eerder in en je hoeft niet te wachten tot iemand al 2 jaar in dienst is. Mm. Dus dat zit echt op de arbeidsrelatie. Ja. Maar de ZZP-relatie is geparkeerd. En daar is nu commissie regulering voor in het leven geroepen, onder leiding van Hans Borslap, oud lidraad van State. En hij heeft een aantal... Ja, toch tijd? Ja, nou ja, blijkbaar. Ja. Hoe heet die commissie? Commissie regulering. Regulering. Hippetitel. Ja. Wat gaan die doen? Die gaan het komende jaar, ze gaan november volgend jaar rapporteren. En ze gaan het komende jaar ZZP-problematiek monitoren. Nader onderzoek naar doen. Het is een prachtige commissie met mooie namen. Mensen met economische en arbeidsrechtelijke achtergrond. Vooraanstaande commissieleden. En de bedoeling is dat zij met een aanbeveling gaan komen. Maar dat moet een jaar duren. Waarom sluiten ze zich niet? Ze zijn slimme koppen, toch, zeg je? Ze zijn allemaal hele slimme koppen. Als die zich nou eens een week opsluiten, dan moeten ze eruit zijn. Ja, volgens mij kan het veel sneller. Met name omdat als je kijkt naar de literatuur en maar een paar stromingen zijn. Ja. Het is vrij simpel. Je houdt het zoals het is. Of je gaat een subcategorie invoeren. Tuurlijk, en dat leidt ook allemaal tot extra problematiek. Dat snap ik helemaal. Of je gaat vrij arbitrair gewoon een bedrag. Ja, ik zeg gewoon een bedrag, maar dat zou ook een mogelijke oplossing kunnen zijn. Een bedrag, je bedoelt een minimum. Een minimum. En anders dan moet je gewoon maar een baan zoeken. Je mag je niet inschrijven bij de KVK. Ja, voor 1 jaar. Bijvoorbeeld. En boeken. En als je geen resultaat haalt, baan zoeken. Nou, dat zou ik prachtig vinden. Ik ook, denk ik. Dat je met een bedrag gaat werken, dat je daar vereisten aan koppelt. En dat je zegt, je voldoet wel aan de vereisten. Dan ben je een echte zelfstandige. Ja. Heb je geen ontslagbescherming, et cetera. Je hebt geen recht op WW, mocht je opdracht ten einde lopen. Precies, je bent een echte ondernemer. Ja. Of inderdaad, je zegt, nee, je verdient weinig. Dat is niet de goede kwalificatie, maar je hebt een bepaald bedrag. Je haalt de drempel niet. Ja. Dan heb je dus bescherming nodig. En dan gaan wij, jouw opdrachtgever / werkgever, ik wil even af zijn van de kwalificatie, maar dan gaan wij zorgen voor een basisinkomen. Ja, maar dat gaat ook niet werken. Want stel, ik ga voor mezelf beginnen en ik ben coach. Ja. En er zijn er best wel veel, hè? Ja. En dan koop ik een bakfiets en zeg ik ben coach Ronnie. Ja. En ik heb 6 opdrachtgevers. Ja. En daar heb ik namelijk 1 gesprekje mee gevoerd. Dus ik heb 3700 euro heb ik aan omzet gehaald. Ja. Ja, dan gaan die opdrachtgevers die ik gecoacht heb, die gaan niet zeggen van dan gaan wij Ronnie's arbeidsongeschiktheidsverzekering eens even regelen. Ik denk dat er weinig appetite voor is om dat te gaan doen. Dus dan zou je toch ook kunnen zeggen, na een jaar komen we de KVK. En dan zeggen ze, Ronnie, kappen met die handel, zoek maar een baan. Ja, dit is niet sustainable en ga inderdaad maar aan de slag in het kader van arbeidsongeschiktheid. Tenzij de commissie regulering zegt, er is zo'n grote groep aan de onderkant van de zelfstandigen, dat wij vinden dat er een fonds opgericht moet worden en dat wij het een overheidstaak maken. Dat zou natuurlijk nog kunnen. Dat de overheid zegt, wij moeten in een basisinkomen voorzien. En wij vinden dat er een pensioenpot moet komen. Maar ja, daar moeten wel weer overheidsgelden voor beschikbaar zijn. Dus en de taak bij de opdrachtgevers die en masse de mensen aan de onderkant inhuren nu, zou het daar een taak... Want ik kan me voorstellen dat de overheid zegt, ja, maar hallo, maar jij hebt 10.000 van die postbodes rondlopen, die jij nu lekker, waar jij verder geen lasten over afdraagt. En die verdienen te weinig, ga jij het maar regelen. Ja. Ja, dat zou mogelijk werken, aanhakend bij het voorbeeld wat jij net zei. Dat zou goed werken als jij zeg maar als opdrachtnemer, dus als zelfstandige, 1 opdrachtgever hebt, max 2. Ja. Dan zou je het nog goed kunnen regelen. Ja. Maar inderdaad, zoals in jouw voorbeeldje de meerdere hebt, dan is het al bijna niet meer te reguleren. Ik denk bovendien ook dat je dan als ZZP'er meteen uit de markt prijst en dat geen enkele opdrachtgever of ondernemer bereid is
te betalen, zeg maar, aan het potje. Ja. Om jou in een basisinkomen te voorzien. Dus ik denk echt dat de commissieregulering met stevig advies moet komen. Ja, maar niet een jaar erover doen. Ik hoop dat het sneller kan. Ja, ik hoop dat het sneller kan. Niet dus, als ze nu al... Nee, er is nu al een jaar vooruit. Maar hoeveel mensen zitten erin dan? Ik zeg uit mijn hoofd ongeveer 8. Oké. Okay. Ja. Wat ik ook even wil behandelen, want de rol van die platformbedrijven. Ja. Daar is natuurlijk veel over te doen. De Ubers en de Deliveroo's, vaak Amerikaanse grondslag. Ja, en er heerst een beetje een tendens. Dat zijn niet van die brave jongens. En eigenlijk buiten ze die workforce gewoon uit. Wat vind jij daarvan? Als arbeidsrechtadvocaat en met name een advocaat die werkgevers bijstaat, vind ik het lastig, zeg maar, om dan te horen dat je het woord uitbuiting gebruikt. Dat is niet mijn woord, hè? Nee, precies. Ik bedoel, je citeert. Ja. Maar dan nog, ik weet gelukkig van heel veel cliënten dat als zij zich hier vestigen in Nederland en beginnen als start-up en vervolgens groot worden, dat ze echt ook bij jou komen. Als arbeidsrechtadvocaat, omdat ze graag willen dat jij hun adviseert hoe de Nederlandse regels na te leven. Hmm. Dus de Amerikanen en anderen die zich hier vestigen, is er veel aan gelegen, zeg maar, om het by the book te doen. Hmm. En daar niet de grenzen op te zoeken. Hmm. Maar ik ben het met je eens. Hè, er wordt natuurlijk vaak gezegd, ja, uitbuiting en dergelijke. Ik denk dat ook deze bedrijven enorm moeten letten op de reputatie. Hè? Dus je hebt niet alleen het bepaald vestigingsklimaat waar je in terechtkomt en de regels daaromtrent. Maar je hebt ook te maken met reputatieschade. Ja. Dat kan heel rap gaan. En dat kan heel rap gaan. Hè? Ja. En dat kan betekenen overleven of je ondergang zijn. Ja. Dus ik denk dat het deze ondernemingen, dat hen er veel aan is gelegen, zeg maar, om goed om te gaan. Keurig goed om te gaan. Initiatieven te ontplooien. Ja. Om te zorgen dat met name aan de onderkant in die ZZP-groep, dat daar veel aandacht aan wordt besteed. Ja. We hebben het inderdaad niet over de ZZP'ers die echte hoge uurtarieven kunnen wegzetten. Dat zijn de echte ondernemers. Ja. Maar het gaat met name om de mensen die jaren geleden in het kader van allerlei ontslagrondes... Precies. Hè, nu... Want ook die groep studenten vind ik ook niet zo'n thema. Nee, weet dat je, ben ik met je eens. Die jongen die gaan werken wanneer ze geld Precies. nodig hebben. En Precies. die, huppakee, die tientjes Precies. werk en prima, is gewoon bijbaantje. Inderdaad. Voor hem was het absoluut een bijbaantje. Ja. Ik vind het overigens... Ja, wel mooi. En van moed getuigen dat hij heeft gedurfd, zeg maar. Heeft hij dat echt voor zichzelf gedaan? Of vond hij het ook leuk om gewoon deze case eens een keer... Dat is een goeie. Hij is ook niet zo nieuws geweest. Hij heeft er ook geen gebruik van gemaakt. Of wel? Ik zag hem onlangs even in een VPRO-documentaire voorbij komen. Inderdaad. Ja, ja. Daar is wel aandacht aan besteed. Voor de discussie is het heel goed geweest dat hij het heeft... Maar dat is het. Hij heeft ons ook weer een dienst bewezen. Ja. Kijk, hier heeft Deliveroo aan het langste eind getrokken. En de kantonrechter heeft, zeg maar, heel mooi alle jurisprudentie van afgelopen jaren op deze zaak losgelaten. Ja. Dus ja, ons is een dienst bewezen door deze uitspraak. En er is ook wel weer duidelijkheid. Mm. Er zijn dus ook mensen die naar aanleiding van deze uitspraak zeggen, ja, die subcategorie workers, zoals in het Verenigd Koninkrijk, hebben wij niet nodig. Mm-hmm. Want met de huidige jurisprudentie kunnen wij ook tot dit soort oordelen komen. Maar dat neemt het leed, om het zo maar te zeggen, niet weg van de onderkant van die ZZP'ers. En ik ben het met je eens. Deze meneer was een student. Maar het gaat om die mensen die uit die ontslagrondes komen. Ja. En die wel verder moeten. Ja. Ja, en wat doen we? Misschien is dat wel de hamvraag uiteindelijk. Van wat doen we met het ouderwetse collectieve systeem? Wat natuurlijk jarenlang best goed heeft gewerkt. Ja, precies. Dat is natuurlijk het pijnlijke punt van hoe gaan we dat vormgeven. Exact. Exact. Ja. En daar, als je het dan heel concretiseert, met name op deze groep onderkant ZZP'ers, dan denk ik, en dat zou wat dat betreft dan weer mijn advies zijn aan de commissieregulering, van of je houdt het bij het oude. Dus mensen proberen we nog steeds in het hokje of arbeidsovereenkomst te duwen of overeenkomst van opdracht. Ja. Maar dan weet je gewoon dat er altijd jurisprudentie zal worden gemaakt. Mm-hmm. En deze Deliveroo-uitspraak zal misschien bij een zaak die gaat over de schoonmaakdienst helpling misschien weer anders uitpakken. Ja. Dus dat weet je niet. Hè? Dus ja, we hebben, zeg maar, nu wel factoren waar we mee kunnen werken. Maar dit hoeft niet per definitie de bestendige lijn te zijn. Het is heel casuïstisch. Nee. Dat is het. Ja. Dus volgens mij is dat dan het advies aan de commissie. Of blijf denken in de twee hokjes. Ja. Of laten we anders vrij arbitrair een uurtarief met elkaar afspreken. Ja. Waarbij we zeggen aan de onderkant bijvoorbeeld minder dan 75
uur. Heb je bescherming nodig? Of bedrijfsresultaat. Bedrijfsresultaat, ja. Precies. Nee, ik wou zeggen, je hoeft nog niet eens met uurtarief te werken. Ik zou bedrijfsresultaat dan zeggen. Op jaarbasis zoveel bedrijfsresultaat. Precies. En dat moet dan iets ambitieuzer zijn dan 1,5% van het minimuminkomen. Nee, precies. Want in het regeerakkoord is inderdaad gezegd, als het gaat om de discussie schijnzelfstandigheid. Ja. Ben je nou een echte zelfstandig of ben je schijnzelfstandig? Ja. Daarvan hebben ze in het regeerakkoord gezegd, laten we kijken naar het percentage 125% van het minimumloon. Ja, nee, dat vind ik geen ambitie. Nee. Dus de commissie regulering heeft een best stevige opdracht gekregen. Ja. Dan snap ik dat ze een jaar nodig hebben. Nogmaals, ik denk ook dat het sneller zou moeten kunnen. Je moet ergens een keuze maken. Mm-hmm. Je moet hier een keuze. Je komt er anders hier niet uit. Ja, ik wens ze succes. En ik wens jou heel veel plezier de komende jaren. Want we zijn aan de winkel. Ja, zeker weten. Dank je wel dat jij mijn gast wilde zijn. Dank je wel. En dank je wel naar weer het kijken naar een aflevering hier op cvdtv.nl. Kijk voor meer op onze website of download onze app of kijk op YouTube. Voor nu namens DLA Piper. Dank je wel voor het kijken. Hoi.